De stormschade van gisteren valt mee. Het Verbond van Verzekeraars schat in dat de totale schade onder de 10 miljoen euro blijft. De meeste schademeldingen kwamen uit de kustgebieden. Maar ook in het binnenland zorgde de storm voor overlast. Hulpdiensten hadden in het hele land de handen vol aan meldingen van schade. Vooral door omgevallen bomen. De opgepakte beveiliger, Vares K., die in het beveiligingsteam van Geert Wilders zat, wordt toch niet verdacht van het lekken van informatie naar criminelen. Wel zou hij in de privésfeer informatie hebben gedeeld over zijn werk en wordt hij verdacht van witwassen. Twee andere beveiligers van de dienst, bewaken en beveiligen, blijken nu al sinds 2015 geschorst thuis te zitten. Eén van hen was persoonlijk beveiliger van Wilders. De twee medewerkers zouden zijn geschorst vanwege fraude. Geert Wilders heeft vanwege de affaire met de beveiliging al zijn publieke optredens gestaakt. Dit was Hart van Nederland. Tot de volgende uitzending om 10:30.